Hallo, ben jij nog alles rustig? Hey Paulus, als er nou niemand komt, hebben wij zappen zuipen hier. Laten we het hopen, het is mooi geweest. Hier ligt alles nog. Eigenlijk zat met de vieze bielen. Zondag 14 september 1980 is het voor het Brabantse Hilveren Beek een dag waar vele reikhalzend naar uitzien. Het is een bijzondere dag. Terwijl de meesten er nog van hun slaap genieten, gonst het op de Vrijthof midden in het dorp al van de activiteiten. Eén keer per jaar ziet het beschermde dorpsgezicht van Hilveren Beek er heel anders uit. Het Groene Hart opent zich dan gastvrij voor tienduizenden uit alle windstreken. Die ene dag zullen er in Hilveren Beek wel 5 keer zoveel mensen rondlopen als anders. Na een stevig ontbijt leggen de medewerkers de laatste hand aan de voorbereidingen, veelal gadegeslagen door kerkgangers en eerste belangstellenden. Op het plein en daaromheen speelt zich een volksfeest af, een cultureel gebeuren of een manifestatie. Wat het precies is, daarover verschillen en de bezoekers en de organisatoren onderling van mening. Hoe dan ook, de Bikse Visten zijn in ieder geval een feest, georganiseerd door jongeren. Jongeren die zonder steun van de gemeente Hilveren Beek, met hun eigen organisatie dus, die dag op poten zetten. Sterker nog, ze moeten daarbij tegen een steeds grotere stroom problemen van gemeentewegen inroeien. Erik. Ja, is goed.
Bas. Heeft me geen bidon gegeven. Nee, niet bij de bal. Oké. Nou, om daar staan, hè. Nou, anders... Hey, ze maar pakken. Hé, Dick, we hebben ook een mes. Anders zetten we die koelkast er gewoon op. Kan ook. Ja, ik moet hem maar stikken. Zullen we hem eerst bovenop zetten? Ja. We moeten recht houden, hè, ons doet je taak. Nou, kom maar, een lesje even kippen. Ja, dit is nu, dit is nu. De laatste week voor de Bikse Visten zijn er zo'n 30 tot 40 mensen actief. 10 daarvan bouwen het hoofdpodium op de Vrijthof. Henk is een van de 10 die de hele week voor de Bikse Visten betrokken zijn geweest bij de opbouw van de podia, kramen, biertaps en stands. Zo Henk, het is tegen ene, alles staat er. Alles doet het. Doet alles het. Behalve de zon. Goed, maar vertel eens over het podium. Ja, het was een makkelijk podium. Ze hebben dit jaar, heeft het bedrijf van het materiaal van huurde, die heeft dus het podium ontworpen, op tekening. En dat scheelde wel een heel stuk. Dus je kon gewoon aan de hand van die tekening de dingen in elkaar zetten. Het is alleen jammer dat ze een dag te laat waren met leveren. Dus wij... Paniektoestanden dus een beetje. Nou, dat viel wel mee eigenlijk. En ze hadden dus ook veel te veel geleverd. Ja. Dat was wel in tegenstelling tot andere jaren heel tof, want je kon pakken wat je wilde. Je kwam dus niks tekort. Ja. Gedurende ongeveer 3/4 jaar is er al door zo'n man of 12 gewerkt aan het opzetten van de organisatie. Ieder heeft zijn eigen werkterrein en een eigen ploeg van medewerkers. Zo is er een technische dienst, een voedselgroep en een programmacommissie. Binnen het bestuur worden de verschillende werkzaamheden besproken en gebundeld. Hoe zit deze dan in de kast van de kast? Ja, dan moet er onder ook nog een aantal daar staan, hè? Ja. Onder en boven. Het zou gewoon het simpelste zijn om dit gewoon hier aan de binnenkant te zetten. In 1977 werden de Bikse Visten voor het eerst georganiseerd door het toen 5-jarige trefcentrum Lieve Hemel. Hiermee wilde Lieve Hemel naar buiten treden om te laten zien dat progressieve jongeren niet zo angstaanjagend zijn als ze in CDA-kringen worden afgeschilderd. De opzet slaagde wonderwel en er werd een traditie van gemaakt. Geen Brabants christelijke traditie weliswaar,
maar toch sterk genoeg om de gemeentelijke tegenwerking te weerstaan. De gemeente werkt de Bikse Visten tegen door een fors staangeld te vragen. Daarmee kan ze natuurlijk het verlies dekken van haar eigen evenementjes. Ze hadden toch al geld over, omdat ze de subsidie voor het trefcentrum Lieve Hemel ingehouden hadden. Aan de vormgeving wordt veel aandacht besteed. Hetzelfde patroon is overal terug te vinden. Het is net zo'n soort rode draad als het thema. In 1979 was het thema de vrijheidsstrijd in Chili tegen het bewind van dictator Pinochet. Het thema in 1980 is de vredesbeweging. En dan vooral de acties tegen de neutronenbom en de kernraketten. Mensen hebben eigenlijk aan het bouwen meegedaan. Nou, tot donderdag, dus het podium, hebben we dit jaar echt met een klein ploegje mensen gedaan, omdat andere jaren bleek dat je met 20 man gewoon elkaar de weg loopt. Dus dit jaar zijn wij maandagmorgen om 9 uur begonnen met een man of 6, 7. Ja. En die hebben tot donderdag eigenlijk al in hier op het Vrijthof gewerkt. En andere mensen natuurlijk wel in het tref en personeelsdienst en keuken en kinderen, ergens anders, maar wij hier. Het bouwen. En donderdag en vrijdag kwamen dus meer mensen zo meehelpen met de rest van die dingen hier op het Vrijthof. En dat konden we dan ook vrij makkelijk verdelen, want het podium is elk jaar nog een paniektoestand geweest. Maar dit ging goed, want dit podium zonder de zijde stond woensdagavond. Ja. Nou, het is prachtig. We zullen zien of het zijn diensten goed bewijst, maar dat zal wel in orde komen. Nou, het is nog wel te vroeg voor bier, hoor. Het moet nog geopend worden. Nou, Thijs, ik weet hoe we het eigenlijk doen. Wat? Naar het podium? Ja. Je kent de teksten? Ja, maar een 5-2-pas. Een 5-2-pas, ja. Ja, ja. Ik begin met iets te zeggen. En dan laat ik jou de Bikse Visten openmaken. Goed? En mag ik dan nou ook straks zijn van de kinderen? Ja, tuurlijk. Kinderbiks vissen, dat is belangrijk. Hey. Nou ben ik niet zeker. Van alles wat ik voor deze wereld heb gedaan. Allah. Ben je zo ver laat? Daar loopt door, man. Ga je de auto op? Hallo. Goedemiddag allemaal. Tijdens de zon, neem ik aan, die ik gelijk op mijn hoofd komt. Mijn zoon die valt niet de meeste natuurlijk, denk ik ook, en over het weer. Dus de meeste hadden gezegd, waarom hebben we het niet vorige week gedaan, toen was het gewoon weer. Maar als het vorige week gedaan hadden, was het nou wat bij geweest. Dus ik vind het niet zo slim van die mensen. Voor die mensen doe je weer ook. En deze is dus een officieel opening van de vierde Bikse Visten. 4 jaar lang zijn we hier nou al aan de gang, 1 dag per jaar. We hebben het geprobeerd, al de 2 dagen wordt. Maar als de winterbestuur wil waarom mee, vond het niet primair in het belang van de Bikse bevolking. Ook al zijn we dan in de hoop van hier dat ik zo eens rondkijk. Hoewel ik wel meer paarden zoe als de rest van het jaar. Hier mee. En 2 dagen mocht dus niet van het winterbestuur. Daarom hebben we op die regendaag die de termschieting hebben we ook maar extra uitgepakt.
Ik hoop dat jullie dat ook doet. We hebben een bijzondere gast om deze muziek te openen en dat is Thijs. Thijs is 9 jaar, als ik goed gehouden heb. 8, maar ik vind dat ik de andere wedstrijd van het begin. Maar dat zal misschien nog weer liggen. Thijs, die gaat iets vertellen. De kinderbeestjesvisten vliegen open. Er was heel veel te doen. En er komen een kloon, een kompotkast en een zandbak. Het is allemaal heel leuk. En nou ga ik iets vertellen over Brede. Ik vind de kernwapens niet goed. Allemaal gebeden van gemaakt. En er worden mensen mee doodgeschoten. Dus er moet vrede komen. En nu gaan we allemaal naar de kinderpikspisten. Het is daar achter het gemeentehuis. Want de twee kloons staan niet te wachten. Dus allen daarheen. Hartstikke bedankt Thijs. Ik denk dat Thijs het doen dadelijk gemakkelijk heeft. Voorlopig gewoon met een fixist deze jaar. Dames en heren, u ziet hier het orkest Romanus, het Zigeunerorkest. Wij spelen namelijk, het hoofdzaak waar wij spelen is namelijk oude stijl jazz, jaren 20, jaren 30. Ik hoop dat we hier een gezellige middag hebben.